De Raad van Vakcentrales in Suriname heeft vandaag tijdens een presidium de vakbeweging geïnformeerd over de belastingverlichtende maatregelen van de regering. Deze gelden voor de loontrekkers en andere sociaal-maatschappelijke groepen. Een van de maatregelen is de verhoging van de heffingskorting van 125 naar 500 SRD voor loontrekkers. Vakbondsman Errol Snijders somde de maatregelen op. En het komt neer eigenlijk op 3,75, omdat loontrekkers nu al 125 SRD heffingskorting krijgen. Verder heeft hij ons genoemd dat voor bedreigde gepensioneerden er een extraatje van 500 zal komen. Voor wat betreft de kinderbijslag kwam de regering op 1000, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Voor de AOV heeft men aangegeven dat men dat zal verdubbelen. Snijders zegt verder dat Ravaksuur ook voorstellen heeft om de staatskas te versterken. Eén daarvan is het invoeren van de belasting toegevoegde waarde, BTW. Hij haalde ook de onevenwichtige machtsverhouding aan tussen de loontrekkers en de vermogenden. Zo blijkt dat de staat in totaal 1,3 miljard SRD per jaar onttrekt aan de loontrekkers en slechts 2 miljoen SRD aan de vermogenden. Wij hebben in de gesprekken met de deskundigen hebben we namelijk gezegd: u moet de BTW moet u uit de kast halen. En we geloven erin dat de BTW een erg groot gat dat ontstaat kan dichten. Waarom? Omdat die BTW de inkomsten zal binnenbrengen op basis van een breed vlak. Dat was de voorzitter van de Moederbond, Errol Snijders, vandaag op het presidium van Ravaksuur. De vergadering is gehouden in het Moederbondsgebouw.